een beetje zot doen, doet geen zeer, zeggen ze altijd. Hè. Goedemorgen, ik ben onderweg naar onze geocache, want ik ga er even gaan controleren of daar nog alles goed mee is. Ik doe dus een klein geocache onderhoud. Ik ben aangekomen op de locatie. Je ziet het, het is hier een mooi bos. Het is een mooi stukje groen, vlakbij ons koffie- en theehuisje. En hier hebben we dus onlangs een nieuwe geocache geplaatst. Het was toen 's avonds. Ik heb hem eigenlijk nog nooit overdag gezien, dus het is voor de eerste keer dat ik hem nu overdag zie. Hij hangt hier, mooi te wezen, aan een boom. Hangt wel een slotcode op. En om hem open te maken moet je iets doen, maar dat staat bij de omschrijving van deze cache vermeld. Het is trouwens ook een TB-hotel. En TB's zijn voorwerpen die reizen van geocache naar geocache. Kijk, zoals dit balletje hier bijvoorbeeld. Als je dus hier een travelbug meeneemt, dan is het de bedoeling dat je die weer ergens achterlaat in een andere geocache. En via een speciale code kan je volgen waar die overal geweest is. Deze komen bijna allemaal uit Amerika. Die hebben wij toen meegenomen toen we daar op vakantie waren. En we gaan die dus nu hier achterlaten in België. Dus ze hebben echt een hele verre en lange reis achter de rug. Cool, hè? Kijk eens hoe tof. Het is een speciale. Je kan hem loggen door hier met kraaltjes, met lettertjes en met touw aan de slag te gaan. En dan kan je hier zo jouw naam rijgen. Leuk, hè? Ziezo. Ik heb er alles in gestopt en de kast weer goed op slot gedaan. Hij kan weer bezocht worden door iedereen. En hij ziet er ook nog perfect uit. Dus eigenlijk onderhoud was er helemaal niet nodig. Ik ben eigenlijk gewoon hier langs geweest voor die travelbugs achter te laten. En that's it. Mocht je je misschien afvragen waar Jolien is, wel, die zit in ons koffie- en theehuisje, dat is vandaag open. Dus zij moet daar de boel recht houden. Mocht je ook eens willen langskomen, kijk dan even op Facebook, GOT Lille, of op Instagram of op onze website got.be. En dan vind je de actuele openingstijden en dan kan je langskomen als je zou willen. Dus ook als we op vakantie zouden zijn of zo, dan staat dat daarop en dan kan je gewoon een keertje langskomen. Het is allemaal gelukt. Yep. En Jolien is mij gaan vervoegen. Intussen tijd is GOT al een tijdje gesloten. Een tijdje, even hè? Een kwartier. Ja, niet zo lang. Dat is niet zo lang. Nee. We zijn nu snel in de auto gedoken, want we gaan nu naar Herentals. Ja, we hebben daar afgesproken met de Talissa Tuur en Tess, die is er ook bij. En we hebben TTT. Een... TTT. Ja, TTT, vind ik wel tof. En we hebben ook een cadeautje mee. Het Disney World. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. Een cadeautje Talissa voor... en Tess en Tuur. Ja. Ja, we gaan nog niet verklappen wat. Hè. Volgens mij gaat eigenlijk vooral Talissa en Tuur reageren en Tess niet echt op het cadeautje. Want het is nog een beetje, misschien een beetje jong. Om te zeggen van, ah, zo mooi. Dat gaat zeker niet gebeuren. Ja. Nee, we zullen het wel zien, hè. Ja, ik vind dat trouwens ook wel kei tof dat ze zo'n namen met TTT hebben. Ik wil dat ook, Jeno, Jolien, als wij later een kind hebben, wil ik ook met een En dan een baby. Jojo. Jojo. Nee, dat was het zeker niet. Jojo Junior. Nee, ook niet. En Jejo ook Jejo. Niet. Jejo. Ook niet. We zijn aangekomen in Herentals. En we gaan moeten kijken waar het is, want ik weet niet, we zijn nog nooit eerder geweest. Dat we zoeken. We zijn nu in het restaurant en ook Talissa is erbij. Hallo. En Tuur. En Tess. Hallo. Oei, het is aan de andere kant te doen, hè. Hallo. Amai zeg, Tess is gegroeid, hè? Sinds de laatste keer dat we zijn geweest. Ja. We hebben een leuk cadeautje meegebracht uit Amerika voor jullie. Ja, waar zou het zijn? Ik ga dat nu geven, hè. Daar gaan we ooit naartoe, hè. Maar... Wat? Ja, wat? Dat ik de maak zeg. Ja? Ja. Ja. Maar ik heb het wel een maatje groot. Ik heb het groter genomen om voor te komen. Maar schatten! Wauw, komt dat Amerika? Ja, dat is Asia meegebracht. Oh, ze is er precies niet zo blij mee. Het ziet er kei leuk uit. Ja. Weet je, ik hoop dat hij gaat plassen tegen... Het is de maand. 9 à 12 maanden. Dankjewel. Nee, maar het zou misschien al passen. Nee. Maar ja. Het past wel al, maar ze gaat er een beetje in kunnen zwemmen, denk ik. Ja. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Mamma mia, wat een pizza. Ja. Met zonder kaas, hè? Ja.
met enkel tomatensaus. Je hebt maar 8 keer met zijn schoentje draaien. Ja. Met heel veel kaas en met heel veel vlees. Het is op aanraden van Tuur dat ik dezezelfde pizza heb genomen. Dus Vesuvio. Je hebt niet gedronken, je ziet niet dubbel. En dan hier, welke is dat? Napolitana. Allee, vooruit. Smakelijk allemaal. Vond je het lekker? Ja. Ik vond het ook lekker, maar belangrijker, ik vond het gezellig. Ik vond het ook super gezellig, ja. Dat is wel waar. Het was heel leuk, weer al, om Thalissa aan het duur te zien. En kleine schattige thuis. Oh ja, en ze was content met pakje, je zag het. Ja, ze zag er wel vrolijk uit, zoals dat eigenlijk zoals altijd. Ik ben blij dat we een goede keuze gemaakt hebben. Ja. Hè? Want we hebben er lang over getwijfeld van wat zouden we nu gaan kopen. En dan één keer zagen we dat pakje liggen en dachten we, ja, dat is dat was het. En het is ook op groei gekocht, hè? Dus het is eigenlijk dat ze het later kan aandoen. Eigenlijk, ja, dus, hè? Dus voor de zomer, hè. Voor het voorjaar en de zomer. Dus we hebben bij dat busstop gelet. Want ja, nu is het natuurlijk niet meer echt jurkjes weer. Nee. Het gaat nog wel, maar we moeten wel binnen zitten, denk ik. Ja. Maar dan dacht ik, want het is wel leuk, misschien dan toch wel voor in de zomer, dan kan ze dat dan toch dragen. En nu krijgt ze vast ook al zoveel pakjes en cadeautjes en alles. We kennen dat wel zo met zo dan de geboorte, dus alles voor zo'n babyformaat. Dus dan dacht ik wel dat het leuk was om een beetje op de groei te komen. Ik denk dat het een goede keuze is. Ja, kijk er al naar uit om maar in dat pakje te zien eigenlijk. Een fotootje. Ja, dat gaat keischattig zijn, toch? Ja, dat is waar. Ja. En nu keren we terug naar huis. Dus een kwartiertje rijden. Nee, kwartiertje rijden. En dan weer vroeg naar bed, want morgen zitten we full house bij onze zaak, GOT. Echt, stampus vol. Ja. Zelfs eigenlijk nog 1 tafel extra die we eigenlijk zelfs niet eens hebben. Dus we moeten een beetje nog wat gaan schipperen en doen. En, we hebben zelf mensen moeten weigeren. We moeten zeggen aan de telefoon, nee, sorry, we hebben geen tafel meer. Ja, dat is wel vervelend. Ik vind dat voor mijn eigen vervelend, maar ik vind dat vooral ook vervelend voor degene die belt eigenlijk. Dat we die geen plaats kunnen aanbieden. We hebben ook, moet zeggen, de mensen die om 8 uur ochtends kwamen, we hebben moeten zeggen, maar jullie moeten wel zeker om 10 uur wel weer weg, want dan kom je juist. Ja, we hebben mensen die dan om 10 uur wilden komen, maar dat ging niet, want toen zitten we echt volledig volzet. En ze hebben gezegd van, kijk, kom om 8 uur, maar om 10 uur moet de tafel waar jullie gaan aanzitten wel terug vrij zijn. Ja. Ja. Maar dat gaat ook goed komen. Ja, dus, ze weten het nu toch, dus dat scheelt weer al. Dat scheelt, ja. En hier ook wel onze vlog, als dat zit te leuk vinden, maar zeker als het duimpjes omhoog. En heel graag tot morgen voor weer een nieuwe vlog. Ciao! Yo. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.